Morgen een nieuwe weekly vlog, of alleszins de start van een weekly vlog. Het is al donderdag. Vanavond ga ik naar Antwerpen. Het is daarom dat ik de camera nog eens uithaal. We gaan richting een persbureau voor een event van Weleda. Een skin food event. Weleda staat erom gekend dat ze werken met natuurlijke ingrediënten. En dat in principe alles wat ze hebben voor je huid ook eetbaar moet zijn voor van binnenuit. Dus allemaal gezond en veilig. Ik ben heel benieuwd wat het zal zijn. Dit is de outfit van vandaag. Een simpel t-shirtje van Wee. Een broek van de Zara. Die heb ik net nog in de Solde gekocht. Dan worden het deze sandaaltjes van Janet en Janet. Voilà, iets vroeger naar huis vandaag. Gisteren was het vrij laat. Maar ik sta op de parking te wachten op Steffi. We gaan dus naar Antwerpen, naar een event van Weleda. Het is hier al goed aan het opwarmen in de auto. Maar ik mag niet klagen, want ik ben kei blij dat de zon schijnt. We zijn teruggekomen in Antwerpen. Achter mij hoor je muziek. Er is blijkbaar een Tall Ships race aan de gang. Ambiance. Heel erg lekker event, want we hebben hele lekkere, maar ook gezonde dingen voorgeschoteld gekregen. Hey, voilà, ik ga even laten zien wat we mee naar huis gekregen hebben. Uiteraard, de skinfood bestaat al bijna even lang als Weleda zelf. De hydraterende bodylotion met citrusgeur lijkt mij super voor 's morgens. Gezichtscrème, hydraterend, maar dan in een light variant. En hier was dan wel uitleg over gegeven dat dat bijvoorbeeld ook kon als een soort van hydraterend serum onder een anti-aging crème. De mandelijn van Weleda is uiteraard ook heel erg gekend. En dit is dan de reinigingsmelk. Last but not least, de Berken douchepeeling. Die heb ik al eens gehad in het verleden. Ook volledig opgebruikt, want die is wel zalig in de douche. Goedemorgen, klaar voor de laatste werkdag van deze week. Ik wil even de oogschaduwcombinatie laten zien die ik heel vaak gedragen heb. Dit is het. Zoals je ziet, al flink wat panporn te zien. Dit is Trench van Burberry. En dit is een heel oud paletje van Dior uit een of andere kerstcollectie van enkele jaren geleden al. Het heet Fairy Gold. Yes, Fairy Gold. Ik gebruik eigenlijk dit als wenkbrauw highlighter en een beetje over het hele ooglid. Dan dit over het bewegend ooglid. Dit in en net boven de arcadeboog. En dan dit nog eens in de arcadeboog en de buitenste ooghoek. Simpel, maar wel heel erg mooi, vind ik. En dan, ik wil toch even vertellen over het accidentje dat ik gehad heb met deze hier. Ik weet dat ik in heel veel filmpjes zeg, oh, je kunt je daar niet pijn mee doen. Behalve als je een spastische trek hebt in één keer. Dus ik doe mijn linkeroog, dat gaat perfect. Ik doe mijn rechteroog en om een of andere reden heb ik een klein beetje een beweging gedaan en is die wat verschoven, terwijl die dicht was. En ik heb hier van de binnenkant van mijn wimper, denk een stuk of 6, ik weet het niet meer, het kunnen er ook 10 zijn, uitgetrokken ineens. Dus ik heb nu zo een klein beetje een gat, maar je ziet het niet omdat ik mascara heb. Maar er is dus echt wel een gat in mijn wimpers. Ik heb een probleem. Vandaar dat ik dacht, oké, deze Talica Liposeal, dat kan misschien nog wel van pas komen. Dat is een wimpergel die dat je je wimpers moet voeden en terug pigment geven en doen krullen. Dus ik hoop dat het ervoor zorgt dat mijn wimpers ook terug beginnen te groeien. En dat die 10 die dat ik heb uitgetrokken, dat die terug aanwezig mogen zijn. Ik heb al zo dunne wimpers, dus die 10 zijn wel heel erg belangrijk. Hallo, hallo! Vrijdagavond, mijn weekend is begonnen en ik ben super content, want het gaat ook morgen mooi weer zijn. Ik kijk er al
keihard naar uit. Ik heb, ik weet niet of je het kunt zien achter mij, maar ik heb ook een aantal leuke goodies binnengekregen. Ik ga ze laten zien, omdat ik ze wel erg interessant vind. Zeker die van Nivea. Oké, make-up remover voor onder de douche. Dat is heel interessant, want dat zou betekenen dat ik super snel van mijn schmink af ben. En ze krijgen meteen een 10 op 10 voor de beste tote ever. I love pandas, but I don't want to look like a panda. Micellaire doekjes. Oh, micellaire doekjes. Dat is misschien nog wel interessant. Nog altijd geen fan van doekjes, maar het kan wel interessant en handig zijn. En dan een make-up remover voor onder de douche. Wat is het verschil tussen die twee? Ah ja, de witte is voor de droge tot gevoelige huid en de blauwe is voor de normale tot gemengde huid. Wat staat erop? Masseer in cirkels, spoel grondig af, klaar. Oké, aangezien ik full face make-up op heb, ga ik deze straks testen. Cacharel, Noix Brasilière. Wat zou dat zijn? Oké. En dat is... Is het een nieuwe geur van Cacharel Amour Amour L'eau? Het ziet er zo tropisch uit. Tropisch en een beetje edgy. Met die dop hier. Look! Een vriendschapsbandje. Zo nostalgisch. En zo schoon kan ik ze wel niet maken. Zo. Bij mij waren ze veel simpeler. Merci Cacharel. Maar voor nu ga ik gewoon gezellig op bed liggen. Ik heb mijn tijdschriften. Ik heb mijn iPad. En daar ligt de kat. Een geweldig goed begin van mijn weekend. Oké, zaterdagochtend. Dit is de look van vandaag. Het wordt lekker warm, dus het is licht en luchtig. Een beetje vrolijk zomers met dat geel. En gemakkelijke sandaaltjes plat, want we gaan naar Antwerpen. Dus ik ga... proberen niet te pijnlijke voetjes te krijgen. Mijn handtas is deze. Dat is een kleintje van Mulberry. Die heb ik ook gedragen op mijn trouw. En die is super handig, maar er kan niet zoveel in. Dus ik heb serieus moeten schipperen. Ja, van mijn grote handtas naar dit. Voor de rest, de make-up. Heel de week hetzelfde. Double wear concealer, double wear foundation, Burberry Trench en drie kleurtjes van het Dior Fairy Gold palet. Mijn haar gewoon opgestoken. Het is redelijk vettig, maar ik had geen zin om het te wassen. Het wordt toch nog lekker warm vandaag, dus dan is het gemakkelijk zo'n opgestoken kapsel. We gaan trouwens naar Antwerpen omdat we toen we het dekbed gekocht hebben ook lakens besteld, want ik heb nu maar één set lakens. Maar ze waren niet in stok en nu zijn ze binnengekomen. Dus et voilà. Zonnebril bij. Here we go. We zijn in Antwerpen, iets later dan normaal, want het was een stukje file. Maar het is hier gezellig en warm en we gaan een beetje rondlopen. We doen een beetje een impromptu picknick op de bank. Cupcakes van Momaid. Oh, what to choose.
van gisteren zijn er geen beelden. Het was een beetje een rare zondag. Ik heb heel veel gedaan, maar ben ook ongelooflijk lui geweest. Vooral genoten van het zonnetje en het warme weer. Vandaag zijn we nog een dagje thuis en nu gaan we boodschappen doen. Soldeke nummer 1, deze rok. Allemaal van bij Wiet trouwens. Ja, leuk, zomers. Moet vanmorgen wel de band één keer omplooien, want ik ben net iets te kort, anders sleept hij te veel over de grond. Soldeke nummer 2, deze jumpsuit in super licht en luchtig denim. Dat ziet er van achteruit. Het is super leuk als ik het aan heb. En soldeke nummer 3, dit kleedje met... ja, iets minder dan halve mouwtjes. En het ziet er vrij vormeloos uit, maar op het lijf, ik ben vrij curvy, als ik dat zo mag zeggen. Ja, valt hier wel super mooi. Nog een soldeke uit de Wii. Dit is een kleedje met halve mouwtjes. De stof is iets dikker en ja, iets stijver om te dragen, zal ik maar zeggen. Dus... het zorgt er wel voor dat alles netjes blijft zitten. En we zijn weer en route op weg naar een collega van mijn man. We gaan naar haar housewarming. En dan gaan we iets uit eten met de collega's. Dus, oh ja, fun times en eten. Kan niet slecht zijn, hè. Maar vandaag, ja, onvermijdelijk terug aan het werk. Het is niet meer zo heel lang. We moeten eigenlijk nog maar 7 dagen werken vooraleer dat ons zomerverlof begint. Dus ik tel nu eigenlijk wel af. En aan de andere kant denk ik ook, oh shit, nog maar 7 dagen. Ik heb nog heel wat te doen vooraleer dat mijn verlof kan ingaan. Zodat ik zeker gerust ben dat alles in orde is. Hallo, ik kom net terug van de dermatologe. Alle moedervlekjes zijn in orde. Ik moet wel nog eens in het najaar teruggaan. Ik kies ervoor om nog eens in het najaar terug te gaan. Ik heb op mijn bovenbenen een aantal hele fijne haarvaatjes, adertjes, die wat paarsig zien. En op zich hoef je daar niets aan te doen. Het is gewoon een cosmetische behandeling. Maar ik vind ze zeker op mijn rechterbeen een beetje aanwezig. Dus... ga ik in het najaar nog eens terug om ze te laten dichtspuiten en om er ook wel steunkousen te dragen. Dat is natuurlijk wat minder, maar bon, dan is het wel deftig gedaan. Wat niet wil zeggen trouwens dat ze nooit meer gaan terugkomen, maar dan zijn de ergste haarvaatjes toch al weg. En nu sta ik hier te wachten tot mijn infralinie-studio open gaat. Vanaf 5 uur open. Ik heb ook meteen om 5 uur een afspraak. In principe word ik vandaag ook terug gemeten, omdat mijn... vorige 20 beurten voorbij zijn. Dus dan mag ik weer op de weegschaal gaan staan. Dan gaat hij weer van alles meten. Mijn vetgehalte en calorieënverbruik enzovoort enzovoort. Dus dat is wel altijd interessant om te zien. Dat is echt wel heel wetenschappelijk onderbouwd. En ja, voor de rest gewoon terug de oefeningen verder opnemen en verder doen. Ja, net vertrokken richting Antwerpen. Timo zijn metekindje is vandaag jarig, dus we gaan haar verjaardag vieren. We hebben een leuk cadeautje gekocht bij Lush. Met bruisballen. Dus ja, jonge meisjes vinden dat ook wel plezant. Veel kleurtjes, knettersnoep en dergelijke, dat er in die bruisballen zitten. Dus al die
zijn er. Bijna had ik een cadeautje in de auto vergeten, maar nog net aan gedacht.